En stop ik mijn video. Zo, goedemiddag allemaal. Welkom op deze special webinar van Rutu, waar we het gaan hebben over wat er nieuw is op Rutu, of op zijn minst de laatste maanden. En we gaan maximum 12 maanden terug, om jou een overzicht te geven wat er allemaal bijgekomen is. Laten we beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Pascal Brakman, medeoprichter van Rutu. En straks zal u ook nog mijn collega Rien Simon zien. En wij verzorgen deze namiddag deze webinar. Nog een paar praktische zaken. Je kan vragen stellen door op de zwarte balk die bij jou boven of onderaan staat via de chatfunctie een vraag te stellen, want jouw microfoon staat op mute. Dus dat wil zeggen, niemand kan jou horen, ook wij niet. Maar wij houden wel de chatfunctie in de gaten. Dus dat doet Reen als ik aan het praten ben en dat doe ik als Reen aan het praten is. Eventjes nog snel dit. Je hoeft niets te noteren, dat mag natuurlijk. Het is de bedoeling deze namiddag om een breed overzicht te geven, dus we zullen vrij snel moeten gaan, want er is veel toegevoegd het afgelopen 12 maanden. Maar we sturen jou nog een e-mailtje met de opname. En dan check ik eventjes of die opname loopt. Ja, die loopt. We sturen jou dus een e-mailtje met een opname de komende 3 werkdagen. En dan krijg je een link naar die video. We geven daar alvast mee dat die video's zal op YouTube staan. En je krijgt daar onderaan een knopje meer weergaven op YouTube. Als je daarop klikt, dan krijg je een volledig overzicht van de webinar in kleine stukjes. Dus Reen maakt daar heel veel werk van om daar de hoofdstukken aan te duiden, zodat je snel op de topic kan klikken die jou interesseert. We zullen trouwens ook daar linken inzetten naar andere webinars of tutorials die nog meer in detail zullen bespreken wat wij deze namiddag als overzicht zullen geven. Waar gaan we het dus over hebben deze namiddag? Wel, over wat er de laatste 12 maanden qua functionaliteit en content bijgekomen is op Rutu en wat je daarmee kan. En we gaan ook nog een tipje van de sluier oplichten waar we vandaag mee bezig zijn en de komende maanden, zodat je ook al een beetje een toekomstvisie hebt van wat je kan verwachten van Rutu. Laat me beginnen met te zeggen dat Rutu gratis is voor de basisgebruiker. En dat hebben we gedaan omdat als jij een route maakt voor iemand anders, dat je op zijn minst die persoon moet verplichten om geld te betalen. Dus het moet mogelijk zijn dat jij een route maakt en die zelf kan gebruiken, maar ook dat anderen die kunnen gebruiken. Dat is belangrijk voor de meeste van onze klanten. Denk maar aan clubs, organisaties, toeristische diensten, die aan hun gebruikers graag een route meegeven dat men die gratis kan gebruiken. En natuurlijk, als dit gratis is, dan moeten we de financiering ergens anders halen. En die halen we van abonnementen voor individuen. Dus je zal zien dat je als individu een opstapje kan maken naar een plus-account. Die kan je al krijgen voor 2,5 euro per maand. En dan heb je een advertentievrije site met heel wat meer functionaliteiten. En daar zullen we van vandaag heel wat toelichten. De gewone basisgebruiker zal dat misschien niet nodig hebben, maar het feit dat jullie hier zijn, zullen jullie waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in zo'n plus-account als individu. Het kan ook zijn dat je een kleine club of een organisatie bent en dan zouden we zeker adviseren om naar de premium-account te kijken, omdat daar de zichtbaarheid veel meer speelt, dat je daar extra mogelijkheden krijgt voor jouw leden, jouw klanten, en dat zit in een premium-account. Dat geef ik maar mee als overzicht. Er zijn dan nog voor professionele organisaties pro- en enterprise-accounts, die ik hier niet vermeld, maar op die manier financieren wij de werking van Rutu. En wat doen we daarmee? Wel, we zijn daarmee verder aan het investeren. Om u een concreet idee te geven, begin 2020 waren we met 6 personen en we zijn gisteren nu met 9 personen. Dus met die 9 heel enthousiaste mensen werken we elke dag, dag in dag uit, aan het platform om het verder uit te bouwen. Maar waarin zijn we nu specifiek aan het investeren? Wel, in eerste instantie investeren wij samen met jullie in content. Dat wil zeggen in routenetwerken bijvoorbeeld, points of interest. Laat ik u straks zien wat we daar allemaal gaan doen. We investeren ook in heel wat functionaliteit. En dat zal Reen en ik je straks uitgebreid laten zien. En we investeren in
de community, jullie allemaal die dit allemaal gebruiken, daarin investeren we ook. En die hebben een wisselwerking, want de content laat bepaalde functionaliteit toe. Om een voorbeeld te geven, als wij een netwerk van wandelknooppunten in Nederland aanbieden, dan kan je daar ook natuurlijk routes gaan op plannen. Maar ook de functionaliteit zal toelaten om de community verder uit te bouwen. En die community zal ook zelf content gaan maken. Maar ook omgekeerd, die content trekt community aan, die functionaliteit laat content toe te creëren. En dus daardoor heb je die interactie. En je zal zien dat we op die drie modellen verder aan het investeren zijn. Ik ga dat iets concreter maken. We gaan beginnen met content. Wat hebben we de afgelopen 12 maanden onder andere gedaan aan content? Wel, eerst en vooral bijvoorbeeld de wandelknooppunten. Je ziet hier een kaartje van wat er nu beschikbaar is aan wandelknooppunten netwerken. Dat is nog dagelijks aan het uitbreiden. Dat is niet werelddekkend. Je ziet dat het vooral een Benelux aangelegenheid is. Dus we doen daarvan permanente updates. Meestal zijn dat vrij kleine veranderingen en naar aantallen zie je niet zoveel. In september laatstleden was er nog een grote update met meer dan 1300 kilometer. Is er extra bijgekomen in bepaalde regio's. Dat wat het wandelknooppuntennetwerk betreft, ook voor fietsknooppunten gaat het hard. Wat het vroeger een origineel Limburgs verhaal was en een Vlaams verhaal, is nu het knooppuntennetwerk als concept enorm sterk aan het uitbreiden. Je ziet grote delen in Duitsland hebben het al. Heel recent is er in Frankrijk ook eentje van Noord bijgekomen. Er zat nog een gat in Brussel en dat is vorig jaar in de zomer opgevuld met de community zelf, waar wij aan meegewerkt hebben samen met de Fietsersbond, Cactus 1.5 en Tocqueville. Dus die hebben dat gerealiseerd, dus dat is ook ter beschikking. Dus je ziet, het gaat hard. Het is een heel mooi concept en het neemt toe in waarde. Dus dat zijn wij continu ook aan het uitbreiden en mee aan het aanbieden. Dus minstens doen we daar 1 keer per maand ook een update van. Ik ga ook eventjes toelichten dat er iets minder gekende netwerken zijn, zoals bijvoorbeeld het Ruiternetwerk, dat voornamelijk aan de Belgische en Nederlandse grens aangeboden wordt in Limburg en Noord-Brabant. En ook bijvoorbeeld het mountainbike-netwerk van Sport Vlaanderen wordt mee aangeboden als oplossing. En zo zijn er nog een paar andere netwerken die wij verder zullen in de toekomst verder gaan aanbieden. Er is ook heel wat geïnvesteerd rond nieuwe routeringen. We zien daar straks een paar voorbeelden van. Maar laat mij alvast toelichten dat daar routeringsopties zijn rond fietsen, waarbij we de optie vermijd kasseien, vermijd hellingen en een mogelijkheid geboden hebben om een routes uit te stippelen voor racefietsers met een volgwagen die heel sterk in trek is, die routeringsoptie. Dat zijn er een paar voorbeelden. En dan ten tweede hebben we ook een aantal basisrouteringen die we wereldwijd aanbieden. Die wereldwijde routering, dat zie je hier bovenaan, dat is voor ons de basis, zoals wandelen, recreatief fietsen, mountainbiken, racefietsen. In Europa en specifiek in de Benelux gaan we nog veel verder gaan. En dat laten we straks nog meer zien. Dus het is niet overal wereldwijd dat we alles aanbieden. We werken rond onze core, de Benelux, maar dan West-Europa en dan wereldwijd. Wat moet je daarbij voorstellen? Wel, recent hebben we onder andere gravel bikes aangeboden als type. En ook als routering, waar je in de winter en de zomer een verschillende routering krijgt die je kan kiezen, maar dat laat ik u straks nog zien. Er is ook inline skating toegevoegd en steps. Dus dat is naast de andere vele opties die we al hebben, zoals de klassiekers, racefietsen, wandelen, hiken, Nordic walking en zo verder. Dus dat zijn de extra types die we toegevoegd hebben. We hebben ook veel qua content geïnvesteerd in hoogteinformatie. Hoogtemodellen zijn we continu op zoek naar. Bijvoorbeeld in Vlaanderen hebben we een heel gedetailleerd hoogtemodel te pakken gekregen. Dit is hier een voorbeeld van een protocol met een klassiek hoogtemodel dat door ons en door vele van onze partners ook gebruikt wordt. Dat is een moeilijke naam, SRTM noemt dat, of daarop iets gebaseerd. Dat was de originele hoogte, het hoogteprofiel van de Moskestraat
door de wielerliefhebbers zeker gekend. En je ziet na correctie met veel nauwkeuriger data, krijg je natuurlijk een totaal en meer realistisch profiel van wat het daar is. Dus daar zie je de grote verschillen qua detail. Dus dat zijn we continu ook aan het bijwerken. We hebben heel wat specifieke hellingen, zoals de Kotakols, op de site gezet. Daar laat ik je straks nog iets van zien. En de belangrijke hellingen in West-Europa zijn we ook verder aan het verzamelen. En er zijn er nu al meer dan 3000 van. Dat laat ik u straks ook in een demo zien hoe je die kan gebruiken om jouw route uit te stippen. We doen ook heel wat research and development rond de verbeteringen van die hoogteprofielen. Zoals iets te ver leiden, maar daar is heel wat vraag naar. We hebben onder andere correcties gedaan met de snelheden die jullie fietsen op en af. En daardoor hebben we ook de profielen kunnen beter maken. Zoals ik zei, jammer genoeg zou dat ons iets te ver leiden, maar ik geef het graag mee dat dat ook een investering was die we gedaan hebben afgelopen jaar. Er zijn ook heel wat routes en points of interest aangeboden door jullie. En met jullie bedoel ik gewoon eindgebruikers. Dus we zitten nu bijna tegen het 5 miljoen routes en de meer dan 3 miljoen points of interest. En dat gebeurt door u en ik als individu, maar dat gebeurt ook door heel wat professionele organisaties, waar ik hier maar een beperkt aantal laat zien. Dus meer dan 1000 professionele organisaties bieden hun content bij ons aan. We hebben koepelovereenkomsten met bijvoorbeeld Wandelsport Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en Passar, die hun leden en hun deelorganisaties, clubs, laten werken op Routio. Dus dat aanbod vind je daar ook. En we hebben meer dan 100 steden en gemeenten die ook hun content aanbieden. Daar zie je een mooi voorbeeld tussen die wisselwerking tussen de content en die community. Straks ga ik het hebben over de functionaliteit, of liever Reen zal daar heel wat voorbeelden van geven. Laat me eerst eventjes over het tweede element, de community, hebben. Want daar zijn jullie met z'n allen ook heel actief geweest de laatste 12 maanden. Als ik 12 maanden daarvoor kijk, dan waren jullie ongeveer met 10 miljoen of bijna 11 miljoen unieke bezoeken per jaar. Als ik naar de huidige laatste 12 maanden kijk, zijn jullie met 18,5 miljoen unieke bezoekers per jaar. Daarvoor krijg je heel wat extra content natuurlijk, want jullie doen veel, jullie interageren veel met data, maar jullie moeten natuurlijk ook genoeg bandbreedte hebben. En daarvoor, dat zie je achterliggend niet veel, zijn er mensen continu in de weer rond onze server en onze serverprocessen om die op en top in orde te houden. Om een idee te geven, op zondagmorgen op dit tijdstip, bijna 10:40, zijn jullie het meest actief. En dat zijn jullie ongeveer 16 keer zoveel actief als op een rustig moment op onze site. Dan snap je natuurlijk, daarvoor moet je heel wat variërende servercapaciteit kunnen aanbieden. Beeld je maar in, als je thuis dus met 16 mensen op jouw internet zou zitten, dan snap je ook direct dat dat plots iets anders is dan als jij daar alleen zou opzitten. Dus daarvoor hebben wij heel wat investeringen gedaan het laatste jaar. Met wat moeilijke termen zijn we daar met big data technologie aan de gang gegaan, zoals Elasticsearch. Dus dat gebruiken wij nu om dit soort capaciteit vlot te kunnen laten schalen. Daar zie je niet veel van, ga ik jullie ook niet veel mee vervelen. Maar dat is natuurlijk ook een belangrijke investering, dat die community en die technologie hand in hand gaan voor ondersteuning. Qua ondersteuning zijn we ook verder gaan werken op onze helpdesk, zodanig als jullie vragen hebben, dat we dat goed kunnen opvangen via onze helpdesk. Jullie worden met meer en meer, dus we moeten dat ook een beetje optimaliseren. Er zijn heel wat helppages of helppagina's gemaakt op onze help. En we maken ook heel wat tutorials. En dit is ook een van de vele voorbeelden van webinars die we opgezet hebben de laatste 12 maanden. En dat loopt ook heel goed. Wat hebben we nog gedaan de laatste 12 maanden? We hebben heel wat community programma's opgezet. Waarbij we dan voor charity en onderwijs, voor goede doelen en onderwijs, maar ook voor de horeca in deze moeilijke tijden, hebben we gratis accounts aangeboden. Dus die vind je op onze site. Dus als jij een charity, een goed doel bent, of een onderwijsinstelling, contacteer ons zeker verder. Maar ook als horeca kan je natuurlijk verder op Routio aan de slag. Zoals ik zei, content en community die interageren met elkaar. En natuurlijk het derde element waar jullie waarschijnlijk het meest naar uitkijken. Welke functionaliteit is er nu allemaal bijgekomen de laatste 12 maanden?
Dus dat zullen we nog aan toelichten. En over die functionaliteiten, dat gaan we opdelen in 6 grote brokken. Het eerste is, zal Rein toelichten, er is heel wat geïnvesteerd in de interface met een paar handige shortcuts. En daar kan je nog veel van verwachten. Dat laat Rein even zien. Rond de routeplanner is er ook heel wat functionaliteit bijgekomen, dat ik je laat zien. Dan zal Rein heel specifiek iets vertellen over het mobiel gebruik op de mobiele website en de PWA en rond navigatie en wat daar allemaal rondhangt. En dan ga ik nog eventjes in op de downloadopties naar bijvoorbeeld GPS-systemen à la Garmin en Mio. We gaan ook kijken wat we voor clubs en organisaties als extra gedaan hebben. En we sluiten dan af met iets vrij nieuws. Dat is de MySite en de MyApp voor grote organisaties die daar kunnen in geïnteresseerd zijn om hun eigen app en hun eigen mini-site te hebben met afgescheiden met hun eigen content. Dus dat laat ik ook nog eventjes zien. En dan sluiten we volledig af met wat je nog de komende maanden kan verwachten van Rootu. Dat brengt me bij het eerste deel, namelijk het deel van Rein. En daarvoor stop ik eventjes met delen. En check ik of Rein het scherm kan overnemen. Zo, als het goed gaat, zouden jullie mijn scherm moeten zien. Wacht, ik ga even opnieuw doen. Dat was het nog doorheen. Ja. Ah, ik denk dat hij het verkeerde scherm toonde. Ja, dat zou beter moeten zijn. Ja, goed. Ja, oké. Goedemiddag iedereen. Welkom op deze webinar waarbij we de nieuwste Rootu features in de kijker zetten. Ik zou jullie graag even in eerste instantie wat wijzen op onze nieuwe interface. Sinds begin dit jaar zijn we begonnen aan onze redesign. Je hoort het goed, we zijn nog maar begonnen. Want het is iets wat we in fases en stappen zullen uitrollen. Nu graag al wijs ik jullie even op de eerste grote veranderingen die gebeurd zijn. Het ging niet alleen over kleurtjes en icoontjes, maar ook qua indeling op onze homepage zijn er al wat vereenvoudigingen en aanpassingen terug te vinden. En dat gaat dan in eerste instantie over de layout een beetje. Zo vind je onder andere ook hier heel snel, kan je hier heel snel de taal eventueel aanpassen. Maar wat we hier nog terugvinden is bovenaan in deze balk zijn enkele shortcuts. Dus menus waarbij je een kortere weg vindt naar bepaalde items. Ga ik hier naar deze zoek een routebalk, klik ik deze open, dan krijg je meteen een aantal zeer handige opties. Zo kan je hier naar de standaard routezoeker gaan. Maar je kan hier ook zeggen, ik wil routes in mijn buurt zoeken en dan zal het systeem automatisch naar jouw locatie zoomen. Of je hebt hier bijvoorbeeld een rechtstreekse link naar jouw routes of jouw favorieten. We hebben er ook nog een aantal handige toegevoegd, zoals als ik hier nu bijvoorbeeld eens doorklik, dan krijg ik hier meteen een selectie van de knooppuntroutes. Of ik kan de routes weergeven volgens de best beoordeelde routes. Dan wordt er verder geen filter toegepast, maar dat kunnen we hier wel, als ik nu zeg van oké, dit zijn de best beoordeelde routes, ik wil enkel de wandelroutes, wel dan kan ik hier heel eenvoudig het type aanpassen en dan krijg ik de best beoordeelde wandelroutes te zien. Wat hebben we hier nog? Je kan bijvoorbeeld ook kiezen om enkel de wegwijzer de routes weer te geven, eventueel klassiekers, stadswandelingen, of je kan hier rechtstreeks naar de pagina gaan waar je dan heel gemakkelijk de routes van onze partners eventueel kan gaan opzoeken. Dat is het shortcut menu voor het zoeken van een route. We hebben ook hetzelfde voor het plannen van een route. En dan heb je hier de opties om rechtstreeks naar de routeplanner te gaan om een route te maken, om er eventueel eentje te uploaden. Maar stel dat je enkel geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld wandelknooppuntroutes, wel dan kan ik naar de planner gaan die dan meteen staat ingesteld om te gaan wandelen langs knooppunten of een route uit te stippelen langs knooppuntennetwerken. Idem dito voor de fietsknooppunten. En in dit geval, zij die attent waren, zullen zien dat ook de rotering zich dan aanpast. Dus niet alleen het netwerk op de kaart, maar ook de rotering past zich dan aan naar fietsen en fietsen langs knooppunten meer specifiek. Dat zijn de shortcutmenus hier. We hebben hier ook nog eentje rechtsboven. Wat je hier bovenaan ziet, is ook een beetje afhankelijk van jouw scherm. Als ik hier nu bijvoorbeeld
eventjes mijn scherm ga aanpassen, dan zie je waarschijnlijk dat die knoppen zich hier rechtsboven ook aanpassen. Hier komt nu ook de upgrade-knop. Als ik dit omhoog doe, dan zie je dat in mijn geval, ik heb een redelijk breed scherm, hier nog een aantal zaken zoals ook de taal voluit staan, als ook hier het onderdeeltje, die jou eigenlijk brengt naar de items die gelinkt zijn aan jouw specifieke account. Dus als je hier rechtsboven via dit icoontje of deze naam, dan krijg je hier een overzicht van items die allemaal specifiek aan jouw account gelinkt zijn. Dus als ik hier nu op klik, dan ga ik naar My Routio-kanaal. Dat is eigenlijk mijn plekje, mijn kanaal op het Routio-platform. Hier wordt alles verzameld wat met mijzelf te maken heeft of wat ik doe. Ik kan hier ook rechtstreeks naar mijn routes gaan. Dan krijg ik meteen het overzicht van mijn routes. Idem dito voor mijn favorieten. Of misschien wil je jouw profielgegevens aanpassen. Die zaken hebben we nu via deze lijst hier rechtstreeks toegankelijk gemaakt. Je kan ook dezelfde items raadplegen door hier linksboven naar het hoofdmenu te gaan. En dan de eerste drop-down in de lijst is eigenlijk opnieuw die lijst die gelinkt is aan jouw profielgegevens. Dus hier ook een link naar jouw Routio-kanaal, naar jouw routes, favorieten, jouw profielgegevens, jouw aankopen en zo verder. Ook hier, als ik dit weer dichtklap, ook hier krijg je meteen de optie om eventueel de taal aan te passen. En een heel handige, ook relatief recente functionaliteit is hier deze lijst van laatst bekeken pagina's. Dus als je op Routio bepaalde pagina's gaat bezoeken, dan wordt hier automatisch een lijst opgebouwd van de 40 laatste pagina's die je op Routio hebt bezocht. En dat heeft jou ook de mogelijkheid om dan bijvoorbeeld rechtstreeks of heel snel terug te gaan naar een bepaalde route. Wat daarbij ook handig is, is dat nu we de nieuwe app hebben, die app en de website van Routio die zijn perfect gesynchroniseerd. Wat dan als gevolg heeft, stel dat jij jouw voorbereiding op jouw computer doet en je gaat dan later op jouw gsm kijken, wel die laatst bekeken lijst, die wordt ook daar onthouden. Dus je kan dan bijvoorbeeld zeggen van oké, ik heb een route bewerkt of voorbereid en ik ga dan op mijn gsm en ik vind die heel gemakkelijk terug via die laatst bekeken. Je zal waarschijnlijk nog wel zien dat dit tijdens deze webinar ook nog hoogstwaarschijnlijk een paar keer aan bod zal komen. Verder heb je hier het hoofdmenu, die ook een klein beetje herschikt is geweest, waar je dus ook kan openklikken bij bepaalde items, als daar zo een vinkje naast staat. Maar alles is dus zo compact en duidelijk mogelijk gemaakt om het voor jullie overzichtelijker te maken. De homepage, ook die zal nog een beetje bijgestuurd worden. Dat zit in de pipeline. Dat mag je de komende maanden ook verwachten. Maar de bouwblokken, die werken we stap voor stap verder uit. Zo, dit was al meteen een eerste korte toelichting van een aantal zaken die gewijzigd zijn op onze homepage. Je hebt hier ook nog trouwens dit blokje, waarmee je heel gemakkelijk meteen kan gaan filteren. Dat was op de oude website ook zo, maar dat is toch een beetje bijgewerkt en wat netter gemaakt ook. Dus voilà, Pascal, ik weet niet of daar al vragen over zijn, anders over naar het volgende onderdeeltje. Nee, daar rond zijn geen specifieke vragen. Wel nog een vraag rond navigatie, maar dat komt straks aan bod. Dan neem ik nu eventjes over om wat nieuwe functionaliteiten te laten zien rond het plannen van een route. Zoals Serena al liet zien, kan je dat activeren via deze optie. En ik zal een van de klassiekers nemen, namelijk een fietsknooppuntenroute of wandelknooppuntenroute plannen. Je hebt daar juist al gezien dat er heel wat uitbreidingen zijn rond de fietsknooppunten en wandelknooppuntennetwerken. Ik ga er eentje nemen ten noorden van Amsterdam. En ik ga daar een startpunt klikken. En wat er nieuw is, we hadden al een tijdje een suggestiefunctie. En dan moet je een lus aanklikken. Ik heb hier nu een wandeling genomen en ik ga via wandelknooppunten. Ik kan hier mijn startpunt kiezen. En wat er vrij recent is, is dat je deze richtingsaanwijzer kunt gebruiken om aan te duiden in welke richting je precies wenst te stappen en dat je heel makkelijk
meer kilometers kan aangeven. Zoals je waarschijnlijk wel weet, kan je dit nog altijd aanpassen en je viapunten verleggen langs de plaatsen die jij wenst en zo een volledige andere route maken dan wat die suggestie jou heeft. Je kan dus de route opslaan, maar dat was vroeger ook al zo, en dan wordt die route verwerkt in allerlei formaten. Dus die lusfunctie is vrij nieuw. Wat ook vrij nieuw is, is dat die knooppuntenlijst er automatisch bij komt. En bij de vele afdrukmogelijkheden kan je natuurlijk ook die knooppuntenstrip gaan afdrukken. Je zal ook zien dat na een paar seconden die knooppunten erbij komen. De points of interest erbij komen, de bezienswaardigheden langs de route komen er automatisch bij. Dat was ook al vroeger zo. Dus dat is een voorbeeldje van routes plannen. Wat is er nog vernieuwd bij het plannen van routes? Zoals ik zei, of zoals Reen al zei, kan je dat hier activeren. Maar je kan dat ook via het hoofdmenu activeren. Plannen, route, maken, route. Er zijn heel wat routeringsopties bijgekomen. Laten we beginnen bij de klassiekers, bij racefietsen. Dus hier kan je ook een lus kiezen. Of van A naar B routeren. Ik ga nu eens van A naar B routeren. De racefiets mooiste die bestaat al heel lang. Dus waar je de mooiste weg uitzoekt, of waar route je de mooiste weg uitzoekt voor jou. Maar wat nieuw is, is dat er een optie bij komt om beklimmingen te vermijden. Laat me dat eventjes demonstreren. Ik ga racefiets kortste eens aanduiden van aan een startplaats van bijvoorbeeld mijn huidige positie. En ik zou graag naar Oudenaarde fietsen. Dat is de kortste weg. En als ik dan aangeef van, ja, maar ik wil enkel racefiets langs, vermijd beklimmingen, dan kan ik vragen, herberekenen ze de volledige route en gaat die op bepaalde stukken andere stukken uitkiezen die iets te steil zijn. Natuurlijk, je krijgt dat meer als je in heuvelachtige gebieden werkt. Wat krijg je nog? We hebben ook knooppuntenfietsen toegevoegd, enkel verhard. Er was veel vraag van de racefietsers om dat aan te bieden. Laten we dat dus doen. Dan sturen wij u nu toch een voor de racefietsers je langs knooppuntentrajecten. Maar zoals je weet, zijn heel wat knooppuntentrajecten bestaan die uit onverharde stukken. Die worden trouwens ook cartografisch weergegeven in een ander kleurtje bij ons. Dus dat wordt nu vermeden. Dit is nog altijd behoorlijk links-rechts, dus de echt sportieve racefietser die vindt dat niet zo tof, omdat hij toch nog te veel links-rechts moet afslaan. Maar de meer recreatieve racefietser die had daar heel wat vragen rond. En er zijn ook heel wat racefietsers die absoluut kasseien haten, dus die absoluut niet Parijs-Roubaix-achtig ingesteld zijn. Ook voor hen hebben we een oplossing, dan kunnen we zeggen vermijd kasseien en dan krijg je de volledige route waar kasseien gemeden wordt. En dan hier eentje die heel populair is bij wielerclubs, omdat die meestal met een volgwagen werken en dus die gevolgd worden. Dan moet je natuurlijk straten kiezen waar de volgwagen ook door mag. Bij de mooiste gaan we dat dikwijls vermijden, omdat we verkeersvrije paden verkiezen boven niet verkeersvrije paden. Maar bij de volgwagen zorgen we daarvoor dat je de volgwagen kan volgen. Dus dat zijn allemaal nieuwe opties die er bijgekomen zijn. Wat is er nog bijgekomen? Wel, er zijn een aantal nieuwe types bijgekomen. De gravel bike is er bijgekomen, dus ik kan die hier selecteren. En ik ga eventjes nog herhalen. Dus de gravel bike staat hier niet bij de top opties. Dat zijn de meest gebruikte opties die jullie meestal gebruiken. Maar je ziet hier bij dat drop-down, bij de drop-down optie, krijg je nog veel meer mogelijkheden. Zoals onder fiets vind je gravel bike als eerste. Maar je vindt trouwens bij overige ook nog zoiets als ruiter- en menroutes. Dat bestond al, dus daar hebben we enkel nog extra netwerken aan toegevoegd. Maar hier heb je de gravel bike routes. Dan laten we daartoe om een specifieke gravelbike routering. Daar heb je zowel de kortste als de mooiste opnieuw. Dus als je de streek niet goed kent, laten we eventjes de mooiste pakken. En daar maken we nog een verschil tussen wintergeschikt en zomergeschikt.
Mensen die met een gravelbike rijden, die zullen weten, ja, dat is niet zo stabiel als een mountainbike, maar het gaat wel sneller. Dus als je in de winter rijdt, dan wil je echt mooie grindpaden. Als je in de zomer rijdt, dan kan een mooi onverhard pad ook nog goed te doen zijn met een gravelbike. Dus daar zit het verschil in. Dus ja, kan ik dat eens demonstreren. Ik kan hier nu de volledige route aanpassen met gravelbike kortste of gravelbike mooiste. Dan gaat hij mij nu het mooiste traject geven over gravelbike stukken. Ik heb hier nog de kaartlaag van fietsknooppunten aanstaan, maar natuurlijk gebruik ik nu geen fietsknooppunten meer. Dus je ziet, op die manier kan ik nu van A naar B, naar C en terug naar mijn startpunt en heb ik mijn gravelbike route uitgestippeld. Dit lijkt misschien een fout voor sommigen, maar dat laten we bewust toe. Van daar tot dat punt vinden we dat dat de mooiste wintergeschikte gravelbike route is. Als je zegt van ja, maar ik wil niet terugkeren langs hetzelfde pad, dan kan je altijd dit punt gaan verslepen naar een andere plaats, of omgekeerd, je zou ook dit punt kunnen gaan verslepen naar hier. Of je kan dat ook altijd gaan wegklikken en zeggen, ja, dat wens ik niet. En dat doe je op die manier. Dus op die manier krijg je dat te zien. Trouwens, het aanduiden van die punten, dat is ook wat explicieter gemaakt in de nieuwe planner. Dat is ook vrij nieuw. Dus op die manier kan je ook punten die je niet wenst terugkeren. Dat is een veelgestelde vraag. De undo-functie van ik was hier mis. Wel, als ik mis was, kan ik natuurlijk zo'n puntje zeggen van ja, maar dat puntje wou ik daar niet leggen. Kan ik dat hier wel wegdoen? Maar heel wat mensen vragen de undo-functie. Daar, dat staat op onze planning, maar dat mag je nog zeker verwachten dit jaar. Gravel heb ik het over gehad. Ja, wat ik nog vergeten ben, is een heel populaire, in een niche-groep wel, maar zeer populair aan het worden, dat is het inline skaten. Dat vind je onder de overige routes. En dan vind je hier de inline skate routes. En dan kan je ook hier inline skate mooiste en kortste gaan kiezen. Dus bij inline skating mooiste, voor mensen die inline skaten, dan weet je dat het absoluut verschrikkelijk is om over grindpaden gestuurd te worden of over kasseistukken. Dus dat wordt in dit geval vermeden. Net hetzelfde principe, als ik een inline skater ben, dan haak ik nu volledig mijn route wisselen en wens ik van Ternat naar Ninove, naar Zottegem te inline skaten. Dan gaan we hiervoor zorgen dat je zoveel mogelijk autoluwe paden krijgt, maar dat je zeker niet op grindpaden zit. En dan kan ik hier mijn inline skate route gaan opslaan. Dus dat zijn zo'n beetje de belangrijke nieuwkomers qua routering en qua routetypes. Graag geef ik daar nog mee dat we daar absoluut nog niet aan het einde zijn van jullie wensen. We zijn nu bezig aan het kijken naar vermijden van ferries, maar nog vele andere opties zijn we verder aan het uitwerken. En dat zowel in de Benelux als daar ver buiten. Dus dat mag je zeker nog verwachten. Ik keer nog eventjes terug naar het maken van een route. Want een heel handige kaartlaag waar we mee werken, trouwens die kaartlagen die vind je hier rechtsboven. En, die kaartlagen moet je zeker eens induiken als je die nog niet gebruikt hebt. Ik zou je zeker aanraden om de Open Cycle Map en de Open Walk Map te gebruiken als je een wandelaar of een fietser bent. Want daar vind je in heel Europa interessante aangeduide trajecten, zoals hier bijvoorbeeld het GR-netwerk, maar ook lokale wegen die interessant zijn om over te wandelen. Dus dat vind je in die kaartlagen. De kaartlagen hebben wel een soort link met de routering, maar in principe staan ze bij ons daar los van elkaar. Soms is het zo voor de hand liggend dat er wel een koppeling is. Een mooi voorbeeld, bij de kaartlagen heb je zoiets als wandelknooppunten. En ik ben eventjes, zie ik hem eventjes hier niet staan. Laat me nu eens kijken. Ik zit in Frankrijk, dan hebben we daar geen wandelknooppunten. Dus het systeem detecteert ook wel alleen de kaartlagen die daar ter beschikking zijn. Hier zal ik waarschijnlijk wel wandelknooppunten hebben. Ja, dus als ik kies voor wandelknooppunten, let eens op de routering. Nu kiezen we voor wandelmooiste die niet noodzakelijk langs de wandelknooppunten gaan. Ik selecteer nu wandelknooppunten en je ziet het schakelt automatisch over naar wandelknooppunten. Stel dat je toch zegt van nee, ik wil enkel die wandelknooppunten als referentie, maar ik wil toch via de kortste weg. Je ziet, je kan die kaartlaag nog behouden, maar het systeem laat mij toe om
dan stukken te volgen die niet langs het wandelknooppuntennetwerk gaan. In dit geval ga ik wel langs de wandelknooppunten. Hop, hier zie je, dan springt hij altijd naar die blauwe lijntjes in dit geval. Maar terug naar die kaartlagen, want bij de kaartlagen hebben we een handige kaartlaag toegevoegd. Dat is namelijk die van wegeigenschappen. Dikwijls worden de wegeigenschappen al weergegeven bij specifieke netwerklagen zoals het knooppuntennetwerk, die stippeltjes, dat laat zien dat het onverhard is. Als je zegt van ja, maar dat kan ik niet van buiten leren, dan kan je altijd hier doorklikken op het vraagtekentje om te kijken, ja, maar wat is de legende? Dat is ook relatief nieuw, dat daar een directe link is. En hier kan je dan zien wat de betekenis is voor die kaartlaag, als het relevant is of te doen is. Dus hier bij de wegeigenschappen, die wou ik ook eventjes laten zien. Ik kan die aanzetten en ik ga eventjes de routekaart nemen. Die is iets neutraler, iets minder druk hebben we die gekozen. Heb je het liever iets drukker, adviseer ik jou de Open Walk Map of de Open Street Map. Maar die icoontjes geven weer of het hier gaat over een stukje onverhard in slechte conditie of onverhard in grind, met grind bijvoorbeeld. Opnieuw, als je daar wenst te weten wat zijn de kenmerken of wat is de legende van die dingetjes, kan je hier ook op doorklikken en vind je hier de legende van die informatie langs de wegeigenschappen. Dus dat is een belangrijke kaart. Ook op de routekaart hebben we veel meer zaken aangeduid die niet toegankelijk waren. Dan moet ik nu eentje vinden natuurlijk. Er zijn dikwijls privéwegen waar je niet door kan. En ik ga eens kijken of ik hier... Ja, ik had er net eentje, maar hier in mijn buurt zal ik er zeker eentje vinden. Ja, bijvoorbeeld hier. Hier mag je niet door, dat is langs de spoorlijn. En dat wordt hier aangeduid met zo'n een verkeersbordje waar je niet door mag. Natuurlijk zitten er fouten in de kaart, dus dat klopt niet altijd. Dat wordt continu bij upgedate. Soms zijn daar ook discussies rond, zoals bijvoorbeeld rond trage wegen. De ene partij, meestal de grondeigenaar, zegt dat het een niet toegankelijke weg is. De mensen van trage wegen zeggen dat het wel een toegankelijke weg is. En soms wordt dat zelfs letterlijk in een rechtszaak voortgebracht. Dus het is niet altijd evident om dat perfect te weten. Maar als daar opmerkingen rond zijn, gaan we daar zeker aan dat veranderen en dat corrigeren. Dat rond die kaartlagen. Ik geef ook nog graag mee dat je bij het plannen van een route, laat me dat nog eens opnieuw doen, ik plan een route, dat je daar ook points of interest bij kan zetten. Dat kon al een tijdje, maar ik ga het toch nog eventjes demonstreren, want er zijn er heel wat bijgekomen en je kan die makkelijk gaan verfijnen. Dus ik ga hier bij de kaartlagen, eigenlijk als kaartlaag specifiek aanzetten, dat ik graag bezienswaardigheden zou hebben. Als ik dat aanzet, ga je zien dat ik rechts kan kiezen, ja, maar welke bezienswaardigheden wens je nu precies? Dus ik klik daarop en dan zie je rechts dat ik een filter kan maken op de bezienswaardigheden. Links zie ik al een aantal bezienswaardigheden komen. Ik heb nu geen enkele selectie gemaakt, maar het systeem beperkt het toch tot een 50-tal maximum op één kaartbeeld. Nu, als je heel geïnteresseerd bent in specifieke points of interest, dan is hier een nieuwe functionaliteit om te gaan filteren. In eerste instantie kan je bijvoorbeeld filteren op het type. Bijvoorbeeld, kan jij geïnteresseerd zijn in overnachtingen? Dan kan ik hier gaan intypen, ik wil overnachtingen. En misschien weet ik nog niet of ik graag een bed and breakfast zou hebben, of een jeugdhotel, of een hutje, of een jeugdherberg, of gewoon met een camping. Ik ga algemeen overnachtingen aanduiden en dan krijg ik hier mijn overnachtingen te zien. Handig als je een internationale tour maakt. Ik ga dat eventjes demonstreren. Ik ga nu verder plannen. Handig als je bijvoorbeeld zegt van ja, ik zou graag wensen te stappen van in Leuzen. Hier wil ik overnachten in Doornik in dat hotelletje. Dan kan ik via deze bezienswaardigheid plannen. Opnieuw, het systeem kiest wat jij als routering gekozen hebt. Dit is een mooier traject dan een rechtstreeks traject langs die drukke baan. Opnieuw kan je dat aanpassen. Dit zou mijn volgende overnachting kunnen zijn. En je hebt het ook gezien, ik kan dat ook toevoegen aan de route. Ik kan dat hier één voor één aanklikken en toevoegen aan de route. Stel dat je nog niet zeker weet van, ja, ik weet niet of dat een leuk hotel is, kan je nog inzoomen en hier een paar hotels toevoegen.
zodanig dat je straks kan gaan selecteren wat je graag, waar je graag wenst te overnachten. Laten we dat hier ook eens doen. En dan zie je direct het effect daarvan als ik de route opsla. Dus dat, die selectiemogelijkheid, dat is ook vrij nieuw sinds een 12-tal maand. En dit laat mij nu toe om een route uit te stippelen langs bijvoorbeeld overnachtingsplaatsen. En hier zie ik dan die letterlijke informatie van die overnachtingsplaatsen. En ik kan daar nog op doorklikken voor extra informatie als ik dat wens. Dus hier heb ik nu mijn route met mijn overnachtingsplaatsen. Laten we nog eens een voorbeeldje nemen. Ik heb ook gezegd dat we enorm geïnvesteerd hebben in hellingen. Ik ga nu een racefietsroute uitstippelen en ik zou het graag heel sportief maken. En ik ga heel pittige hellingen kiezen. De mensen die daarin thuis zijn, die kennen waarschijnlijk de Cotacons. En je kan zowel selecteren op thema's. Ik heb daar juist op bezienswaardigheden geselecteerd. Ik zou hellingen kunnen kiezen, maar ik ga nu eens gaan werken via een thema. Omdat er soms ook heuveltoppen en bergtoppen in zitten en niet altijd als hellingen geclasseerd zijn. En ik kan bijvoorbeeld hier kools en kuitenbijters kiezen. Dus nu krijg ik als thema de bezienswaardigheden van kools en kuitenbijters. Je zal dat zeker weten dat in zo'n fietswalhallas, zoals bijvoorbeeld in de buurt van Zuid-Limburg, dat je daar al die pittige hellingen krijgt. En laat me even dan nu een pittige fietsroute uitstippelen met de racefiets, maar ik ga kiezen voor de nieuwe routering met de volgwagen, zodanig dat hij mij niet stuurt langs stukken dat ik niet mag. Ik ga starten in het mooie Valkenburg en ik wil dan hier via deze bezienswaardigheid en zo kan ik verder gaan via deze bezienswaardigheid, kan ik continu verder die zaken gaan uitstippelen. Dus op die manier kan je dat doen. Dus je snapt het, je kan niet alleen via type, maar ook via thema en andere groepen dat gaan combineren. Ik ga nu de route opslaan. Je hebt gezien, ik heb wel de route langs die points of interest gepland, maar ik heb niet specifiek gezegd voeg die eraan toe. Dus nu gaat die van Valkenburg tot daar mij een fietsroute aanbieden en na een paar seconden zal ik zal eventjes op F5 duwen. Dan refresh ik mijn pagina en dan zal je zien dat er automatisch bezienswaardigheden bijgekomen zijn. Er zullen heel wat hellingen in zitten, maar stel dat ik graag alleen hellingen wens die iets met die kools en kuitenbijters te maken hebben, ga ik ze nu eens verwijderen. Dat kan ik via dat potloodje. Ik ga de bezienswaardigheden verwijderen. Nu zijn ze weg. En dat duurt altijd langer bij demo's. Ik ga ze iets toevoegen. Ik ga nu bezienswaardigheden toevoegen. Als ik gewoon op bevestigen klik, zal net hetzelfde gebeuren als daarnet. Maar ik zou nu graag, het moet op 100 meter van mijn route liggen maximum, en ik zou graag als thema alleen bezienswaardigheden hebben die iets te maken hebben met kools en kuitenbijters. En ik zou er graag maximum 50 hebben. Ik ga dat nu bevestigen. Dus nu gaat langs mijn traject van 22 kilometer maximum 50 hellingen toegevoegd worden. En hier zie je ze al. Ik kan er één op één op klikken. Dit is hier zo een voorbeeld van een geprofileerde helling. Ik kan hier ook één voor één gaan kijken welke hellingen ik allemaal heb. En voor de liefhebbers, die kunnen dit ook gaan afdrukken als een gidsje. En dat gidsje, dat kan je dan ook meenemen. Als je het niet graag digitaal gebruikt. Reen laat straks zien hoe je dat allemaal natuurlijk digitaal op je smartphone kan gebruiken. Hier heb je nu de route. Dit is mijn banner. Maar dat zal jouw banner of jouw logo zijn. Hier krijg je dan nog de extra informatie, het hoogteprofiel en dan krijg je al die individuele informatieblokjes. Dit is nu toevallig alleen hellingen, maar dat zou ook met andere zaken kunnen. Bijvoorbeeld, je kan ook zeggen van ja, maar voeg er ook nog maar bezienswaardigheden toe die bijvoorbeeld te maken hebben met natuur, als jou dat interesseert. Dus ik ga hier nu natuur kiezen en nu ga ik zowel natuurinformatie krijgen die tot 1 kilometer van mijn route mag liggen. Ik zeg eventjes dat ik die hellingen mag bewaren en ik bevestig dat. En nu zal ik natuurinformatie krijgen die tot 1 kilometer buiten mijn route ligt. Dus dat krijg ik er dan ook bij. En dit zal zo'n voorbeeldje zijn, het Frowijnbos in
Limburg bijvoorbeeld in dit geval. Dus nu krijg je natuurlijk in uw gids niet alleen de hellingen, maar ook nog die andere informatie. Tot zover points of interest. Wat ik je nog vergeten laten zien heb, is voor de mensen die vroeger het profiel van de routeplanner zagen en denken van, ja, maar dat is nu weg. Dat bestaat nog steeds. Dus ik kan hier een wandelroute plannen. En ik kan hier linksboven zie je van, mijn route is nu uitgestippeld en ik kan hier het hoogteprofiel aanzetten. Dus als je graag ziet hoe hoog het is of hoe laag het is in jouw gebied, dan kan je hier met dat knopje het profiel aanduiden om te zien of niet. Dus dat kan je hier opnieuw wegklikken als je graag meer informatie hebt. Wat ook vrij nieuw is, is dat je de volledige kaart kan zien met dit knopje. En nu kan ik verder gaan uitstippelen met op mijn scherm de volledige kaart, maar niet de randinformatie. Dus dat is ook een vrij nieuwe functie. Dat brengt me bij het laatste deeltje dat ik wil toelichten rond de routeplanner. En daarvoor ga ik nog eens opnieuw starten. Dat is de heel krachtige functie van referentieroutes. En daarachter laat er een zien wat je dan met die routes allemaal kan doen. Laat me een klassieker nemen. Heel wat mensen wandelen of fietsen graag naar Santiago de Compostela. Maar het is niet evident om te weten wat nu de interessante plekken zijn om langs te fietsen. Ik ga eventjes veronderstellen dat we vanuit Limoges willen vertrekken. En ik zou hem graag al wandelend doen naar Santiago de Compostela. Ik wil de mooiste kiezen, maar ik weet niet goed vanuit Limoges wat zou ik nu gaan nemen. Opnieuw naar de kaart lagen. Je zou bijvoorbeeld de GR-netwerken kunnen aanzetten en dat geeft al een heel goede indicatie waar het interessant is om te stappen. Dat ga ik eventjes uitzetten. Ik ga een alternatief laten zien. Ik kan ook gaan kijken bij die 18 miljoen mensen die dagelijks bezig zijn op YouTube, wel per jaar dan. Ik kan die routes aanzetten. En net hetzelfde als bij bezienswaardigheden vraagt het systeem mij nu, maar welke routes wens je nu graag als referentielaag te zien op je kaart? Ik heb al gezegd dat ik graag zou wandelen, dus ik wil alleen wandelroutes. Ik wil graag routes met een topscore, score meer dan 3. En ik zou graag themaroutes hebben die iets te maken hebben met bedevaarten, of pelgrimages. En dan kan je die, dan heb ik hier nu een selectie. En je zal zien, ja, je ziet hier het pad al lopen van Santiago de Compostela. Ik kan die één voor één aanvinken, welke ik wens. Of ik kan dat in één ruk doen en ze allemaal aanvinken. En je ziet hier bijvoorbeeld dat ik ook hier selecties kan maken. En je ziet al direct het traject van Santiago de Compostela. Stel dat ik nu vanuit Limoges wil vertrekken of ergens in de buurt heb ik een bed and breakfast, kan ik verder gaan plannen. Ik pak mijn wandelmooiste en ik veronderstel eventjes dat ik hier een overnachting heb. Ik zou zo graag mogelijk, zo snel mogelijk naar het roze traject stappen. Ik ga hier klikken om een mooi traject te vinden en dan kan ik hier verder gaan klikken om dat traject te volgen. Stel dat jij wenst af te wijken omdat je hier weer een bed and breakfast hebt, dan gaat hij van daar tot daar opnieuw de mooiste nemen. En zo kan je de dag nadien eventueel terugstappen naar jouw roze traject om dan het traject verder te gaan volgen. Het is niets anders dan een richtinggevende referentielaag die natuurlijk superkrachtig is, want jij kan gebruik maken van die vele professionele en individuen die al werk voor jou gedaan hebben en daar jouw eigen ding mee gaan doen. En ik kan de route opslaan en ik kan dan mijn eigen Camino noemen en die gaan delen, een gids van maken en daar meer mee gaan doen. Dat was het laatste deeltje van referentieroutes. Reen, ik check even of er daar nog vragen rond zijn. Nee, voorlopig geen vragen. De vragen die er gekomen zijn, die heb ik meteen beantwoord in de chat. Dus voilà. Kunnen we verder gaan, denk ik? Ja, dan kan jij het stukje rond mobiel toelichten. Ja, klopt. Zo, ik ga hier opnieuw mijn scherm even delen. Graag een seintje als jullie mijn scherm kunnen zien. Ja. Ja, oké. Super. Goed, het volgende deeltje gaat inderdaad over de mobiele website en onze app, de PWA-app. Dus dat is volgens een nieuwe technologie.
Om dat te demonstreren ga ik eventjes mijn schermmat aanpassen alsof het een telefoon zou zijn. Dus voilà, in dit geval eventjes kijken. Heb ik hier nu op mijn desktop eigenlijk gesimuleerd hoe de website er zou uitzien mocht ik hier nu een iPhone 6 of 7 hebben blijkbaar. Wel, voilà. Veel mensen vragen soms van oké, wat is dan het verschil met de RootU-app? En die heb ik hier ook openstaan. Wel, voilà. Dit is de mobiele website. En wat je bij de mobiele website altijd nog zal hebben, is die adressenbalk bovenaan. Bij de installatie van de app verdwijnt die adressenbalk en wordt er net iets meer schermen gegeven aan de functionaliteiten zelf. Goed, hoe kan je nu de mobiele website en onze app, die zijn op vlak van functionaliteit, net als onze standaard website, eigenlijk is dat allemaal hetzelfde. Alleen zal het er soms een klein beetje anders uitzien, omdat natuurlijk wat je op desktop ziet, dat kan je niet perfect even goed weergeven zoals je dat op smartphone zou tonen. Hoe kan je nu eventueel de app installeren? Wel, daarvoor kan je altijd, je hoeft daarvoor niet naar de Play Store te gaan of de Apple Store. In de Apple Store zou je hem zelfs niet terugvinden, in de Play Store inmiddels wel. Maar je kan altijd hier via het hoofdmenu linksboven naar onderen scrollen en dan krijg je hier de optie om de app te installeren. Als je de app al geïnstalleerd hebt, dan ga je die terugvinden op je bureaublad. Als je problemen ondervindt, dan kan je hierop klikken. En dat brengt jou naar de pagina waar wij alles uitleggen over hoe je de RootU-app eventueel kan installeren. We hebben daar zelfs een tutorial bij gemaakt. En we krijgen ook soms de opmerking van, ja, maar die app is dus niet beschikbaar in de Apple Store. En je kan hem niet downloaden op... Jawel, het kan zeker wel. Je kan de app ook perfect gebruiken op een Apple-toestel. En daarom hebben we hier dan deze aparte helppagina gemaakt waar we uitleggen hoe je die kan installeren op alle gewenste Apple-toestellen. Dus onze app, sinds kort is enkel nog deze app. We zijn een tijdje synchroon geweest met nog de oude app, maar die is nu niet meer beschikbaar. Dit is nu de RootU-app en die kan je altijd en alle tijden installeren rechtstreeks van op de website. Maar het is dan dus bedoeling, als je op je gsm die app wil installeren, dat je de mobiele website gaat raadplegen van op jouw telefoon. Dus daarvoor ga je bijvoorbeeld op jouw telefoon naar de internetbrowser en dan kan je hier bij Google ingeven RootU, druk je op enter. Dan zal je hier de RootU-website krijgen en zoals eerder getoond nu via het hoofdmenu installeer de app. En dan zal het systeem jou daar normaal gezien in begeleiden. Zo, dat is het een beetje over de mobiele website versus onze PWA, onze nieuwe RootU-app. En hoe je die kan installeren, zoals gezegd, zowel op Android als op iPhone-toestellen perfect te doen. Welke andere functionaliteiten zijn er bijgekomen gelinkt aan het gebruik van ons platform op een telefoon? Wel, een hele leuke daarbij is de mogelijkheid om je positie te delen. En ik zal dat misschien nu eventjes vanuit de app zogenaamd doen. Als ik hier nu, ik ben hier nu nog, ik zie dat ik hier nog ben ingelogd. Ik ga me even aanmelden met mijn Plus-account. Dus als ik hier nu zeg van oké, ik wil mijn positie, ik wil een route gaan afwandelen, dan kan ik hier via die handige functie, ik had het nog gezegd, laatst bekeken, naar bijvoorbeeld deze monnikenwandeling gaan. Of stel dat ik mij op terrein bevind en ik wil daar ter plaatse een route gaan wandelen, dan kan ik gewoon zeggen oké, breng mij naar routes in mijn buurt. En dan kan ik hier eventueel nog filteren op wandelroute, terug naar de lijst of kaartweergave. Dat kan je een beetje kiezen. Kan je nu zien welke trajecten waar ongeveer passeren. Oké, dit lijkt een interessante. Dan kan je daar eventueel, voilà, demonstratiewandeling van RootU, kan je daarop doorklikken. Zoals gezegd, op zich is alle informatie in de app zeer gelijkaardig of gelijkaardig aan die op desktop. Maar natuurlijk, waar je op desktop, en ik zal dan misschien eventjes tonen, waar je op desktop dan, als ik hier nu bijvoorbeeld ook naar mijn laatst bekeken routes ga, dat is waarschijnlijk omdat ik met twee schermen bezig ben, nog eens proberen, aha, dan zie je dat je hier het kaartbeeld krijgt en dan rechts krijg je dan
het informatieblokje wel op de iPhone of op de smartphone meer algemeen worden die zaken onderverdeeld onder verschillende tabblaadjes ook. En dan krijg je hier het kaarticoontje. En klik je op het kaarticoontje op jouw smartphone, wel, dan krijg je hier een knop die je op desktop niet zal te zien krijgen en ook niet op alle tablets zal te zien krijgen. Het is een beetje afhankelijk van het formaat van jouw toestel. Maar dan krijg je een startknop. Ga ik nu drukken op die startknop, dan kan ik onmiddellijk die route gaan navigeren. Kan ik zeggen, ik wil die route aflopen. Ik kan hier kiezen om die op te nemen of niet. Als je een route opneemt, dan zal die op het moment dat je stopt met navigeren, worden weggeschreven onder jouw account. En kan je dan heel, heel gemakkelijk via, zoals ook eerder getoond, deze shortcut menu naar mijn routes gaan, waar je dan die recent opgenomen route zal terugvinden. Goed. Ik had het eigenlijk, of ik wou het hebben over mijn positiedelen. Zoals je hier kan zien, heb ik naast de keuze om mijn route op te nemen, ook de keuze om mijn positie te delen. Dat kan handig zijn, zeker in coronatijden, als je elkaar ergens te velden wil ontmoeten. Of als je iemand die onderweg is, of een lange tocht aan het doen is, wil volgen op het terrein. Of daar zijn ook heel leuke dingen mee te bedenken in relatie tot evenementen. Zo had Pascal eerder dit jaar het idee van zoek de paasgaas. En dat de paasgaas dan zijn positie moet delen en dat je die dan moet vinden. Goed, de mogelijkheden zijn oneindig. Maar wat gebeurt er als ik zeg dat ik mijn positie wil delen? Nu eventjes niet mijn volledig scherm. Wel, dan zal je zien, ik heb hier ook met een andere account mijn positie gedeeld. Wel, dan zal jouw avatar, jouw icoontje, met jouw afbeelding, als je die hebt ingevuld, ook verschijnen op de kaart. En we kunnen andere mensen zien waar je jou bevindt op de kaart. Dus ik kan dat nu gaan aanklikken. Ik heb dus met een andere account dit ook actief gezet. En je kan hier dan met die andere personen eventueel een chat aangaan van hallo, hoe ver ben je nog bijvoorbeeld? En zo kan je eventueel met elkaar gaan communiceren. Dit is nu hoe je het activeert, hoe je kan zichtbaar maken waar jij bent. Als ik nu even terugga naar het desktopbeeld en dan bijvoorbeeld naar plan een route, maak een route. Dan heb je het misschien daarnet ook opgemerkt dat je hier onderaan ook de kaartlaag hebt om te kijken wie is er nu actief. Want je kan geïnteresseerd zijn om jouw eigen positie te delen, maar je kan ook de positie van anderen gaan opvragen. Hier zien we opnieuw mijn demo terug, maar we zien hier bijvoorbeeld ook dat Pascal zijn positie aan het delen is. Dus ook een hele toffe nieuwe functionaliteit waar heel veel handige mogelijkheden of leuke dingen mee te bedenken zijn of waarvoor het nuttig zou kunnen zijn. Dus dat is het item positie delen. Wat hebben we hier dan nog? Ga ik nog even terug naar de app-functie. En ik ga hier verder navigeren. Wat is er dan ook nieuw? Wel, als je hier naar de kaartlagen gaat, dan kan je hier eventueel de kaartstijl wijzigen. Maar wat je hier nu ook kan wijzigen, is de view van de kaart. En meer bepaald perspectief weergave. Dit wil zeggen dat je een beetje een meer 3D-weergave van de kaart krijgt. Zoals je ziet is het kaartbeeld nu getild als het ware. En heb je nu een ander beeld. Normaal gezien als je echt aan het navigeren bent op het terrein. Dan zal die kaart eventueel met jou meebewegen. Tenzij dat je dat hier uitzet en enkel het noorden boven wil fixeren. Dat kan ook. Ik zal hier nu even het kaartbeeld een klein beetje draaien. We moeten eigenlijk de andere richting uit. Dus dit is wat er op het terrein een beetje zou gebeuren. Je ziet, ik kan hier nu heel gemakkelijk, dankzij deze perspectiefweergave, voor sommige mensen is dat ook ruimtelijk eenvoudiger om te volgen. Van oké, ik moet hier eigenlijk de eerste straat naar links. En daar dan wat verder is het eigenlijk het tweede pad naar links. Op die manier kan je dus de weergave van de kaart, perspectiefweergave, aan of uit gaan zetten. Dat is nog een leuk nieuw feature. En wat is er nog belangrijk om te weten in relatie tot de smartphone? En dat is eigenlijk een feature die enkel beschikbaar is vanaf een Plus-account. Dat gaat over het downloaden. Downloaden, dat is deze derde knop hier bij een detailpagina van een route. Je hebt hier dus de meest gebruikte opties. Je kan hier de route afdrukken, maar je kan hem ook downloaden. En bij downloaden heb je ook de mogelijkheid nu om je route te gaan downloaden voor offline gebruik. Je kan dit hier nu gaan openklikken
En dan, als je deze link aanklikt, zie je dat het systeem nu die route aan het afhalen is. Wat daar bijzonder bij is, is dat we niet alleen die route afhalen, maar dat we ook enkele kaartbeelden zijn aan die route. We zien zwaardigheden gekoppeld, dan zullen ook die en de bijhorende informatie worden afgehaald. En dit heeft nu als gevolg, ik kan het nu natuurlijk niet demonstreren, maar als ik nu offline zou gaan, dan kan ik alsnog de RouteU-app openen en dan zullen daar enkel de routes verschijnen die ik gedownload heb voor offline gebruik. Dat wil dan zeggen dat als je op het terrein gaat en je bent niet verbonden met wifi, dat je toch jouw route perfect kan navigeren. Het enige wat je moet activeren is natuurlijk je GPS-navigatie op jouw telefoon. Of dat staat ook vaak beter gekend als je locatiegegevens activeren. Maar dus met dit offline gegeven of downloaden voor offline gebruik kan je dus perfect op het terrein gaan zonder dat je 4G of je wifi moet aanzetten. Wil je die route terug verwijderen, dan is het systeem hetzelfde. Moet je online gaan, die route en hem terug verwijderen. Wil je daarvoor niet online gaan, weet dat je offline ook altijd in één beweging alle routes van jouw telefoon kan verwijderen. Dat is nog wat ik kon zeggen over het downloaden van routes in smartphone gegeven. Of je kan dat ook, dus ook wel allemaal perfect ook doen in de mobiele website. Dus als ik hier nu deze zou verkleinen, eventjes de pagina herinladen inladen en ik ga hier nu naar laatst bekeken, eventjes terug naar die demonstratieroute. Ook hier kan ik dus starten met navigeren en ook hier kan ik mijn positie delen, die 3D telt, maar ook hier kan ik nu gaan downloaden voor offline gebruik. Dus je ziet dat de app en de mobiele website heel goed op elkaar zijn afgestemd, als ook de desktopversie van onze website. Zo, Pascal, dit was alweer het volgende deeltje. Ik weet niet of daar nog vragen bij zijn. Ja, iemand vroeg nog meer info. Ik denk dat het Injas was, maar als je dat nog kan toelichten in de chat, dan kan Reen daar misschien straks op reageren. En dan iemand vraagt nog of het batterijverbruik, dat is een klassieker bij smartphones, dat is nog altijd een van de zwakste plekken van smartphones. Dat is natuurlijk een discussie of liever een technische keuze dat men maakt bij smartphones om die niet te zwaar te maken. Dus meestal is die batterij dan iets lichter. Je zal zien als je een GPS-toestel koopt dat dat veel zwaarder is dan een smartphone. En daar zit ook een dikkere batterij in. En dat gebruikt ook de energie iets efficiënter. Maar dat is zeker een nadeel bij smartphone. En iemand vraagt als je dan offline werkt of dat iets gunstiger is voor jouw batterij. Het antwoord is ja, maar dat zit in percenten of een kleine percentage. Ik zou het daarvoor niet doen. Want de duurste of het meest gebruik komt van uw GPS-positie. Dus het opvragen van je GPS en de tweede van jouw scherm. Dus een paar trucken zet je scherm niet zo helder als eerste optie. En als je jouw toestel niet nodig hebt, zet hem eventjes in standby. Dan gaat ook jouw GPS-positie niet opnemen. Iemand merkt daar dan terecht op van, ja, dat is wel ambetant, want dan krijg je daar een recht lijntje tussen. Ja, dat is waar, dat is zeker het nadeel. Maar dat is de balans die we daar zeker proberen te vinden. Ja, dan zijn er nog een paar andere vragen, Reen, die niet gerelateerd zijn aan deze topic, maar dan laat ik jou op antwoorden in de chat. Ja. Kom in orde. Dan keer ik terug naar een stukje rond downloaden, want daar zijn ook nog heel wat opties. Je zal zien dat RouteU heel wat opties openlaat om niet alleen de RouteU-app te gebruiken, maar ook heel wat andere opties aanbiedt. Als jij liever met een GPS werkt, gebruik dan zeker een GPS. En we doen daar al het nodige om jouw GPS-toestel te gebruiken of een andere smartphone-app. Gebruik maar wat jij daar zinnig vindt. Ik ga eventjes een route nemen die ik laatst bekeken heb, zoals Reen liet zien. Ik ga naar het Pajots Klimmeter Festival. Een behoorlijke lange route met heel wat hellingen. En ik zou die graag op mijn GPS-toestel zetten. Je hebt gezien dat bij de download-optie, dat je daar niet alleen kan afdrukken, maar klassiek vind je de GPX-download terug. Mensen die thuis zijn met GPX'en, die zullen daarmee voldoende hebben. Maar we hebben heel wat mensen die zeggen, ja, ik heb daar niet zoveel kaas van gegeten. Want het ene toestel
kan niet altijd op met de standaard GPX die wij aanbieden. Een paar voorbeelden. Als dit een lang traject is, dan moet je dat traject zien als allemaal kleine puntjes die verbonden zijn. En die vormpunten, dat kan oplopen in de duizenden, zelfs tienduizenden. En als je van hier tot Santiago de Compostela uitstippelt, tot zelfs miljoenen. En sommige toestellen, zoals de oude Garmin-toestellen, en ik neem er maar eentje voorbeeld, een voorbeeldje van de e-Trax bijvoorbeeld, die kan slechts 500 punten aan. Dus wat gebeurt er dan als ik de standaard GPX zou nemen van duizenden punten, dan bij upload naar je e-Trax toestel, dan stopt die gewoon naar 500 en dan heb je een deel van de route niet. Nog erger, het ding vertelt jou niet eens dat het gestopt is en dan heb je maar een stukje van jouw route. Vandaar dat wij onder Garmin heel wat andere opties aanbieden, zoals bijvoorbeeld de e-Trax. En als je die gaat downloaden, dan gaan wij ervoor zorgen, dan weten wij van ja, maar zo'n e-Trax kan maar 500 punten aan, dan zetten wij jouw route om in maximum 500 punten. We hebben nog een extraatje gedaan. Voor de mensen die een moderner toestel hebben, zoals de Edge, moet je daar meestal niet zoveel van wakker liggen, omdat die vele punten aankunnen. En dat zit daar zelden nog een beperkingsproblematiek op. Er waren heel wat mensen die gebruik maakten van Garmin Connect. Garmin Connect is de software die Garmin naar voren geschoven heeft de laatste jaren om letterlijk te connecteren met jouw toestel. We gaan er geen cursus Garmin Connect van maken, maar ik wil toch eventjes toelichten dat je hier kan op klikken en dat je kan nu zeggen op mijn Garmin toestel plaatsen met die Garmin Connect technologie. Dus we hebben nu een samenwerking met Garmin opgezet om dit toe te laten. Ik heb mijn Garmin Connect al geïnstalleerd en het systeem weet al automatisch van ik stuur deze route nu door naar mijn Garmin Connect software. En als mijn Garmin Connect software op mijn telefoon aangesloten is met Bluetooth bijvoorbeeld naar mijn GPS, dan komt dat daar automatisch bij. Ik heb dat nu gesloten, dus dat is nu letterlijk en figuurlijk onderweg naar mijn Garmin toestel, maar ook naar mijn Garmin Connect. Mensen die dit nog niet gedaan hebben, hun Garmin Connect niet ingesteld hebben, die zullen hier een vraagje krijgen, connecteer met jouw Garmin Connect. Ik heb dat al gedaan. Je kan dat trouwens ook zien in jouw profielsettings. Want dit is nu mijn account die ik genomen heb. Dat is mijn testaccount Breugel. Ik kan hier kijken naar mijn profiel. En hier vind ik al mijn profielgegevens, mijn openbare gegevens, mijn wachtwoord, mijn voorkeuren. Maar ik heb hier ook verbinding met mijn Strava-account. En ik zit hier nog op een andere. Die moet nog refreshed worden door Garmin. Hier zal ook Garmin bijkomen als een lijstje. Dus als je nog niet geconnecteerd bent, kan je ook hier via jouw connectie naar Garmin Connect gaan. Maar wat makkelijker is je loopt gewoon via de route of je gaat gewoon via de route. Je klikt op download en je klikt hier op Garmin, op mijn Garmin toestel plaatsen en dan word je automatisch door de flow geleid. Ik laat je eventjes Garmin Connect zien. Dit is de software dus van Garmin. Als je daarop inlogt met jouw account, dan zal je zien als je de routes oplaadt, dat je bij training vind je daar jouw koersen. En dan ga je hier jouw route na een paar seconden of een paar minuten, een beetje afhankelijk van de verbindingstijd, ga je jouw route terugvinden om dan op jouw toestel te synchroniseren. Dat gebeurt normaal gezien automatisch, maar daarvoor moet je maar eens in de manual van Garmin Connect kijken. Dus dat is nieuw sinds deze week. Dus maak er maar zeker gebruik van. Wat we ook al vorig jaar opgezet hebben, dat is de connectie met Mio. Daar hebben we ook een directe samenwerking mee. En als je hier op download klikt, of liever hierop klikt, bij het verdelen, dan hebben we met Mio afgesproken dat het zo eenvoudig is. Het enige wat je hoeft te doen, is toevoegen aan jouw favorieten. En dat werkt bij de Mio-toestellen Discovery. Dus dat is de laatste serie ongeveer vorig jaar gelanceerd. Met de oudere toestellen moet je wel nog via de download werken. En je zal hier trouwens Mio zien staan. Waar ben je hier? Hier is Mio. Maar dus met de nieuwe toestellen van de Discovery-reeks zal automatisch met jouw account van Mio gesynchroniseerd worden. En dat moet je ook dan maar eens in jouw Discovery
van Mio lezen in je manual hoe je die connectie opzet. Maar daar is het dus ook zo eenvoudig om enkel je route bij je favorieten te zetten en dan wordt het gesynchroniseerd met je Mio-account en je Mio-toestel. Dus dat waren de twee opties bij download. We zijn daar nog met heel wat andere partijen aan het praten om dat nog makkelijker te maken. Je ziet hier trouwens nog een hele reeks andere toestellen staan. Wel, we willen het allemaal ook voor die andere toestellen zo eenvoudig maken, zoals bij Mio en met Garmin Connect, dat je niet meer de GPX moet downloaden naar je harde schijf en dan op te laden naar je toestel. Maar dat het systeem dat achterliggend doet voor jou. Trouwens, als je een van de andere apps of GPS-toestellen wenst te gebruiken, dan kan je hier eens gaan lezen, wat moet ik nu doen om bijvoorbeeld mijn route op Sigma te zetten. Dikwijls verwijzen we daar door naar de manuals van de toestellen zelf. Dat rond de downloadopties. En nu zal Ray nog iets vertellen rond clubs en organisaties. Ja. Klopt. Ik ga nu terug mijn scherm delen. En voilà. Normaal gezien zouden jullie dat nu moeten zien. Ik ga nu... Spreek mij tegen mocht het niet zo zijn. Pascal, jij ziet mijn scherm? Ja hoor, klopt. Ja oké. Ik ga het nu inderdaad nog hebben in het vijfde deel over Route voor clubs en organisaties en wat we daarvoor afgelopen jaar hebben uitgebracht. Om dat te demonstreren ben ik nu op dit moment ingelogd. Ik ga even naar mijn MyRoute-kanaal met een premium account. Je ziet als je een premium account hebt die ook specifiek gericht is op clubs en kleinere organisaties, dat jouw MyRoute-kanaal er een beetje anders kan uitzien. Je kan hier dan namelijk je eigen banner kiezen, je kan hier je logo aan koppelen, je kan hier linken leggen naar je sociale media of je website, wat dan ook. Je kan hier wat persoonlijke informatie toevoegen. Je kan dat eigenlijk gaan branden in jouw eigen merk een beetje en de linken leggen naar jouw eigen platformen. Maar goed, wat is er dan? Die premium account, dat is niets nieuws. Maar wat is er wel nieuw? Dat is wat wij noemen print branding. En ik zal je dat graag even demonstreren. Als ik hier naar mijn routes ga en laat mij hier nu bijvoorbeeld deze tocht door de Assebroekse Meersen nemen. En je ziet, ik heb hier als premium account ook de mogelijkheid om mijn route er wat anders te laten uitzien. Qua lijntjes en kleurtjes en dikte van de lijntjes en dergelijke meer. Maar als ik hier nu naar downloads ga en ik ga naar afdrukken, overzichtskaart, en ik download die, dan zal ik hier in eerste instantie een kaart krijgen zoals iedereen die standaard krijgt. Buiten dan kleurtje en de dikte van het lijntje van mijn route. Informatie bovenaan, het hoogteprofiel wordt hier meegegeven en dan de kaart met de route erop. Ik zal wel uitzoomen dat je het geheel kan zien. Nu, wat is print branding? Als ik hier nu even terug naar mijn profiel ga, dan heb ik hier onder het onderdeeltje openbare gegevens. Ik heb hier mijn avatar en mijn logo. En ik kan hier een link leggen achter dat logo naar een bepaalde website. Ik kan hier de header aanpassen. Maar wat kan ik hier nog opladen? Dat is wat wij noemen een promo-logo en een promo-banner. Ik zal het even doen om te demonstreren. Stel dat ik een event organiseer en aan dit event is een apart logo gekoppeld. En dat is dit logo. En dat event wordt gesponsord door bepaalde... hier, ik heb hier een leuke banner met heerlijke Hense biertjes. Wel, dit zijn mijn sponsors. Ik laat mijn promo-banner op met daarop de logo's van mijn sponsors. Ik ga dit bevestigen. En nu ga ik even terug naar, kan via hier of het kan via daar, het hangt er een beetje vanaf, terug naar mijn routes. En ik ga hier nu nogmaals naar die tocht van de Assebroekse Meersen. En je zal zien, als ik hier nu naar downloaden ga, naar afdrukken ga, pardon, overzicht, downloaden. En dan eventjes wachten tot het systeem dat voor mij gedaan heeft. En ik download nu deze kaart. Eventjes uitzoomen, dan zie je dat hier het promo-logo linksboven verschijnt en dat je hier onderaan een promo-banner hebt. Dat is wat wij noemen print-branding. Dus vanaf een premium-account kan je dit instellen. Veel clubs en organisaties maken daar al gebruik van. Kan je dit één van de twee of allebei? We zijn dit ook aan het integreren in de andere afdrukmogelijkheden. Zo kan je in het roadbook al de promo-banner zichtbaar maken en bij de hits de promo-logo. Maar we zijn dit nog
verder aan het bewerken, zodat je beide ook in alle afdrukmogelijkheden tevoorschijn kan halen. Dus dat is een heel leuk en interessant feature voor clubs en organisaties. Wat hebben we dan nog? Dat is er nog eentje, dat gaat over het co-auteurschap. En dat komt er eigenlijk op neer dat vanaf iemand in jouw club of als je iemand kent die een premium account geeft, dat die ervoor kan zorgen dat je samen routes kan gaan editeren. Dus dat je samen aan dezelfde route kan werken. Ik ga jullie nu even demonstreren hoe dat precies in zijn werk gaat. Dus het eerste wat je moet doen als je in co-auteurschap wil samenwerken, wel, dat is een groep aanmaken. Ik ga eventjes die tabbladen opruimen. Voor alle duidelijkheid, voor mensen die zeggen, ik heb dat niet allemaal helemaal gevolgd, ik toon eventjes, als je naar onze help gaat en je typt hier in co-auteur, ziet hier al tevoorschijn komen, wel, we hebben hier een helppagina waar het ook heel netjes en uitgebreid staat uitgelegd. Dus dat even in de zijlijn. Maar goed, de eerste stap in het samenwerken en het samen editeren van een route, dat is het aanmaken van een groep. Ik kan hier dus via het hoofdmenu groepen, voeg een groep toe. Kan ik hier nu, en dat zal ik bijvoorbeeld testgroep demo noemen. Je kan hier een type aangeven. Stel dat ik dit voor mijn club doe, dan kan ik dat daar meegeven. Je kan ervoor kiezen om die groep zichtbaar, publiek of privé. Kan iedereen lid worden of niet? Hier kan ik nog een beschrijving meegeven. En dan heb ik hier ook de mogelijkheid om aan die groep bijvoorbeeld, laten we daar nu eens een biergroep van maken, een logootje of een icoontje aan te koppelen en bevestigen. En voilà, hier heb ik mijn groep. Dat is nu mijn testgroep demo. Zoals je op dit moment kan zien, hier zijn nog geen routes aangekoppeld. Hoe kan ik nu daar routes in verkrijgen? Dat werkt ook op dezelfde manier voor bezienswaardigheden. Ik ga nu eventjes op routes focussen. Ik kan hier nu heel snel terug via deze shortcut ook naar mijn routekanaal. En ik zie, ik heb hier twee bierroutes staan. En eigenlijk wil ik die bierroutes graag aan die groep gaan toevoegen. Ik zal die nu even voor de goede orde openen in een nieuw tabblad, zodat ik die pagina niet kwijt ben. Ziet, dit is mijn bierroute 2. Wil ik die toevoegen aan die groep? Dan ga ik hier via het potloodje rechtsboven bewerken, klassificeren, groepen, eigen groepen, want het is mijn eigen groep. En hier kan ik zeggen, voeg die toe aan de testgroep demo. Sluiten. Ik kan dat nog eens doen. Dus ik open dit in een nieuw tabblad. Dus ik open die route. Ik ga via het potloodje naar klassificeren, groepen, eigen groepen, testgroep demo. En sluiten. Als ik nu hier op mijn Routu-kanaal, via dit icoontje, dit vergrootglas, kan ik naar mijn groepen gaan. Ik kan dit aanklikken en dan heb ik hier mijn testgroep demo. En je ziet, in tegenstelling tot daarnet, staan hier nu netjes die twee routes aangekoppeld. Goed, ik heb hier nu mijn groep, met in die groep mijn routes. Maar hoe kan ik nu nog gaan samenwerken? Wel, aan een groep kan je ook leden toevoegen. Daarvoor ga je hier naar het potlood-icoontje van de groep. Klik ik hierop, dan zie je hier het onderdeel leden. Hier onderaan heb ik nu de mogelijkheid, ik ben als Routio Demo eigenaar van deze groep. Ik kan hier nu ook andere mensen gaan aan toevoegen. Dus ik kan hier mijn eigen plusaccount bijvoorbeeld gaan aan toevoegen. Ik kan dat bevestigen. Dan krijg je de boodschap dat die personen naar wie je een uitnodiging hebt gestuurd, dat zij een mailtje krijgen. Op dit moment komt dat mailtje dan ook toe in mijn inbox van mijn plusaccount. Ik kan hier ook nog andere. Stel dat ik daar bijvoorbeeld ook Pascal zou willen aan toevoegen. Dan zullen we zien, we hebben hier ook een Pascal Brakman at Routu. Opnieuw bevestigen. En dan zal hij een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan die groep. Ik ga hier eventjes terug. Ik ga even dit scherm hier zetten. En hier heb ik een ander scherm over, om dit poging om dit te demonstreren, omdat ik nu eigenlijk met twee accounts moet gaan jongleren. Ga ik eventjes eerst de uitnodiging aanvaarden. En dat zou nu moeten in orde zijn. Dus als ik nu, je ziet, ik ben hier in dit Edge-browser, ben ik hier aangelogd met Reen Simon at Routu. En als ik hier nu naar MyRoutu ga, op dezelfde plek vind ik hier via het roodlas mijn groepen terug. Ik heb inmiddels via de mail mijn lidmaatschap voor die groep aanvaard. En jawel, hier vind ik ook die testgroep demo terug.
met daarin dus die twee routes. Dus hier, ik kan nu die routes gaan raadplegen, ik kan die routes zien. Ook als die privé zouden staan, kan ik die zien. Maar als ik die wil bewerken, dan zie je dat zoals bij alle routes van andere personen op YouTube, ik die maar heel beperkt kan bewerken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wil je nu met meerdere mensen echt die route gaan editeren en bijvoorbeeld voor een evenement samen die route gaan bewerken? Wel, dan moet ik hier als beheerder van die club, dus ik ga nu even terug, dit is de account waar ik als premium account ben ingelogd. Ik kan hier nu nog eens teruggaan naar die leden. En je ziet op dit moment... Nee, ik moet eerst iets anders tonen, pardon. Wat ik nu eerst moet doen hier, in die groep, terug naar die testgroep demo, is bij die route... En ik ga hier, ik ga dat scherm eventjes vergroten, dat jullie het zeker duidelijk kunnen zien. Stel dat ik wil zeggen van... Reen, jij mag die route nu gaan verder bewerken. Ik heb die basis afgewerkt. Ik zou graag hebben dat jij die verder gaat bewerken. Ik ben eigenaar van die route en je ziet dat mijn bewerkingsmogelijkheden veel uitgebreider zijn. Ga ik nu naar de basisgegevens van die route, dan heb je hier een onderdeeltje co-auteurs. Op dit moment zijn er geen. Ik ga dit bewerken en ik ga hier zeggen van, oké, de leden van de groep, testgroep demo, die wil ik graag als co-auteur maken. Alleen zie ik hier nu enkel dat icoontje van die groep verschijnen. Ik ga dit even opslaan. Bij route 1 heb ik gezegd, co-auteurs mogen zijn die mensen van die groep. Echter, als ik nu vanuit mijn, en ik herhaal nog eens, mijn Reen Simon at Rutio account, deze pagina even ga herinladen. Niet moeilijk doen. Ja, dan zal je zien dat mijn bewerkingsmogelijkheden nog altijd beperkt zijn. Waarom is dat? En dat is een belangrijk gegeven. En daarom dat ik het ook eventjes heel duidelijk probeer mee te geven, ga ik hier nu nog eens terug naar die groep, dus via groepen, testgroep demo, dan is het bij de leden belangrijk dat je hier gaat zeggen van Reen, jij bent geen gewoon lid, jij bent ook auteur. Dus ik geef mijzelf nu, mijn plusaccount daar, de functie van auteur. Als ik hier nu als naar die routepagina opnieuw ga en naar die basisgegevens, dan zal je zien dat hier iets gewijzigd is. Bij die co-auteurs heb ik hier nu, oké, de groep van mijn demo, mijn testdemo groep hier, staat hier gekoppeld, maar nu staat hier een icoontje van mijn plusaccount bij. En dat is eigenlijk waar wordt aangegeven van, oké, degenen die achter dit puntje komen, dat zijn ook effectief auteurs. Ga ik nu eventjes terug, ik ga mijn scherm nog eens opdelen. Ik ben hier nu dus in mijn account. Ga ik hier nu eventjes die pagina opnieuw inladen. Dan zou ik hier nu als auteur zijnde, voilà, als ik nu die route wil bewerken, dan zie je dat die mogelijkheden veel uitgebreider zijn. Dus nu kan ik die route ook naar de routeplanner brengen. Ja, ik doe het er nu moeilijk over, omdat ik die twee schermen hier tegelijkertijd heb openstaan. Want wat kan je natuurlijk niet, en daar zal ons systeem je uiteraard voor verwittigen. Je kan met meerdere mensen aan een route werken, maar niet op hetzelfde moment. En we voorkomen dit, omdat dat anders voor veel conflicten kan zorgen. In die zin dat stel dat je met twee mensen tegelijkertijd aan het werken bent, dat je bent daar uren aan het werken, ja, degene die het laatst opslaat, dat zal onthouden worden en dan gaat het werk van de andere misschien verloren. Dus stel dat er iemand anders aan die specifieke route die je met meerdere personen wil bewerken aan het werken is, dan zal het systeem jou een boodschap geven van kijk, sorry, jij kan die route nu niet bewerken, want iemand anders is daarmee bezig. Dus dit co-auteurschap, dat is ook een heel leuk nieuw feature. Zeker in relatie tot clubs of personen die samenwerken om routes uit te werken. Maar wat daar belangrijk bij is, is dat minstens één persoon een premium account moet hebben om hier gebruik te kunnen van maken. Zo, Pascal, dit was dan het onderdeeltje van de nieuwe items die we hebben, die iets meer gericht zijn op clubs en organisaties. Ik weet niet of daar nog vragen bij zijn? Nee, er zijn geen vragen rond. Oké, terug naar jou dan. Ja, dan vertel ik graag nog iets wat voor de meer professionele organisaties interessant kan zijn. U weet dat u als organisatie een eigen kanaal kan hebben op Rootview. Dit is een voorbeeldje van onze partner Passar. En die hebben een hele reeks routes op Rootview. Dus daar kan je dan op doorklikken.
Dus je ziet hier telkens dat dit van een route is van Passar. Je hebt daar allerlei informatie, maar je zal zien dat je daar ook kan wegklikken en bijvoorbeeld bij de partij Booking.com terecht kan komen. Nu, sommige van de organisaties die hebben graag ook een eigen omgeving. En dat noemen we de My Site en My App. Dus dat is zowel een eigen website als een eigen app die we aanbieden van jouw kanaal op YouTube. Dus met de content die jij wenst. Laat me dat eventjes toelichten. Ik ga dat hier wat kleiner maken. En ik ga je eerst toelichten. Het is in eerste instantie vooral bedoeld voor smartphone gebruik, omdat dat meer en meer de hoofdbrok is van gebruik. En laat me de URL ingeven. Bijvoorbeeld passar.rutu.com. Dat is de eigen URL, maar die kan je trouwens zelf gaan kiezen. Als wij die opstellen voor jullie, zal dat altijd jouw naam bijvoorbeeld zijn met rutu.com daarachter. Maar dat kan ook een eigen URL zijn die jij claimt. Binnen die omgeving, dit is dan de Passar-omgeving, krijg je een soort mini-rutu met maar alleen de modules en die informatie die jij wenst. Dus in dit geval heeft Passar gekozen om te zeggen, ja, het eerste wat ik aanbied aan mijn gebruikers zijn al mijn aanraders. En daarvoor maken zij gebruik van aanraders van routes die zij zelf maken of die van hun partners of hun deelorganisaties. Dus die komen hierin te staan. Je kan op zo'n route doorklikken. Ik ga er eentje in mijn buurt pakken. Tussen Zemmen en Lembeek-Bosch. Dat ken je al, of dat herken je op zijn minst. Dus daar krijg je ook alle informatie terug die je ook op Routio al herkent. Je krijgt daar ook een kaartje terug. En wat nu fantastisch is, is je krijgt daar ook die startfunctie en die navigatiefunctie terug. En ik ga nu niet nee zeggen, maar je krijgt hier ook diezelfde navigatiefunctie terug die je daarnet op Routio had. Dus je hebt dan een eigen omgeving waar je navigatie kan aanbieden aan jouw eigen leden. Wat zit hier nog in? Wel, dat zijn dan keuzes die zij maken. Bijvoorbeeld wandelroutes uit het Passar-magazine. Ze hebben ook een fantastisch magazine waar ze informatie inzetten. Wel, al die routes vind je ook hier terug. Dus die keuze kan jij natuurlijk maken wat jij graag als subselecties relevant vindt voor jouw gebruikers. Ze hebben hier ook een routeplanner dat jou toelaat, zoals de klassieke routeplanner, om zelf een fietsknooppuntenroute uit te stippelen bijvoorbeeld. Dus dat ken je ook al van daarnet. En ook die route kan ik nu gaan bekijken en ik kan direct van start gaan, de route opslaan voor alle zekerheid. En dan kan ik die gaan affietsen. Dus dat is een volledige eigen omgeving. En dit is dan de mobiele website-versie, maar ook die versie kan je als PWA of app-versie installeren op jouw toestel. En je kan ook afmelden of aanmelden met jouw eigen account. Dus het werkt volledig transparant, de routes die jij dan hier maakt of op Routio en dan wil gebruiken, dan kan je die gaan combineren. Dat kan een mooie oplossing zijn voor die organisaties die zeggen, ja, ik heb zelf niet de middelen om een eigen app of website te maken, maar ik wil wel die modules gebruiken. Dit is daar een mooi voorbeeld van zo'n My Site, My App van. Dus voor de professionele organisaties, die kunnen ons zeker contacteren via info@rutu.com of sales@rutu.com. Dat brengt me bij het laatste stukje. En daarvoor denk ik dat ik mijn scherm moet delen met mijn PowerPoint-presentatie. Dat is het laatste deeltje en dan zijn we denk ik bijna perfect in tijd om af te sluiten. Wat mag je nog verwachten of waar zijn we nu nog heel hard aan het werken? Reen vertelde al dat we de nieuwe design volop aan het verder uitrollen zijn. Het eerste zicht, dat was de grootste verandering voor jullie waarschijnlijk en ook voor ons, qua kleuren, logo's, stijl. Dus dat is gebeurd. Er komt heel binnenkort ook een nieuwe homepagina in die stijl. Er komt een nieuwe routezoeker. De routezoeker die al heel wat functionaliteiten heeft, die wordt een stuk eenvoudiger gemaakt. Maar zeker met dezelfde functionaliteit, nog sterker, nog meer functionaliteit. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn, wat vandaag nog niet zo is, dat je bijvoorbeeld meerdere thema's en meerdere kenmerken kan combineren bij het zoeken van jouw route.
Ook het zoeken naar een plaats zal makkelijker zijn. Dus dat mag je van die nieuwe routezoeker verwachten. Navigatie turn by turn, het werd al een paar keer aangehaald. Zijn we volop mee bezig. Dus ook dat gaan we verder uitwerken de komende maanden. We gaan ook veel meer mogelijkheden aanbieden. Als jij een gebruiker interessant vindt of een account interessant vindt, dat je die kan volgen, dat je daar meer informatie automatisch kan van krijgen. De undo-functie hebben we ook al over gehad in de routeplanner. Heel veel vraag naar, staat ook op onze lijst. Het melden van problemen van de kaart, de onderliggende kaart of van een route, dat kan nu al een stukje via reacties, maar ook dat gaan we beter mogelijk maken. Iemand meldde ook al knelpunten van derde partijen. Ook die knelpunten gaan we laten zien in de routeviewer. Waar die dan zitten. Denk maar aan bijvoorbeeld knelpunten rond tijdelijke werkzaamheden en dat soort zaken. Dus dat mag je ook verwachten. En preferenties, jouw specifieke preferenties. Stel dat jij een mountainbiker bent, dan moet jij vandaag nog selecteren. Ik ben op zoek naar mountainbike routes. Terwijl ja, als wij dat al weten en dat zo instellen, dan kunnen we dat als preferentie gaan meegeven. Ja, ook de interessante nieuwsartikelen meegeven die daarvoor relevant zijn en niet de andere. Dat zijn de zaken die bij die preferenties verder aan het uitwerken zijn. En nog heel wat meer routeringsopties waar jullie naar vragen, zullen we ook uitwerken. Zeker niet alles, maar ik dacht voldoende. Of dat zijn de meest frequente vragen die we dikwijls terugkrijgen. Ik kijk nog eventjes voor ik mijn vaccin ga halen rond COVID. Of er nog vragen zijn, Rien? Geen vragen meer, Pascal. Dan wens ik jullie veel plezier met de oude en de nieuwe functionaliteiten van RouteU. En ik hoop jullie elkaar te zien ofwel te velden of op de volgende webinar. Tot later, dankjewel. Dag.